te zeggen over Enscape. Het kan zijn dat Enscape niet altijd doet wat je wilt. En dat kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat je niet de laatste versie van Enscape hebt. Het kan zijn dat je niet de laatste versie van het hostprogramma hebt. In ons geval SketchUp. Er kunnen allerlei dingen voorvallen. Tuurlijk, neem altijd contact op met je reseller. Maar voordat je dat gaat doen, klik op dit icoon. Want dit icoon zorgt voor een supportscherm. Hier kan je invullen je naam, je mailadres en wat er aan de hand is. Dat kan je in Nederlands doen, liever in het Engels. Het wordt via een soort van chatbot wordt het vertaald. Ook de reactie die wordt eventueel vertaald die ze aan je geven. Maar hier kan je zeggen, joh, dit is er gebeurd. Ik start Enscape op en SketchUp valt uit of alles valt uit. Wat moet ik doen? Waarom is dit belangrijk? Waarom zou je niet gewoon ons als SketchExpert bellen of iemand anders? Nou, ze kunnen bij Enscape logbestanden zien. Logbestanden, hier zie je het staan. Daarin zien ze wat voor apparaat je hebt en op welk moment Enscape conflicteert. Dus wat er gebeurt, waardoor die uitvalt. En dan kunnen ze een gerichter antwoord aan je geven. Als je er met hun antwoord niet uitkomt, kun je altijd nog met dat antwoord naar ons. Maar 9 van de 10 keer hebben ze hem goed te pakken. Wachttijd is ongeveer 1 à 2 werkdagen voordat je daar antwoord op hebt. Maar dit is echt een advies wat ik je wil geven, want het werkt gewoon. Dus in de Enscape werkbalk klik je hier op de 2 tekstballonnetjes. Je voert hier alles in en je klikt op verzenden. En dan is het even afwachten. Dank voor je aandacht. Graag tot de volgende video. Dag!